Nou, de uier is echt dik en er zit allemaal melk op haar benen. Mooi. Dus dat gaat niet zo lang meer duren, denk ik. Nou, we hebben net even stro gehaald bij Jaap. Want ik wil niet dat dat vuil in een vlasbox ter wereld komt. Dat lijkt me niet zo lekker overal van die prikdingen. Hè? Heb je een lekker bevalbed? Nou, Henk is naar de Action om een cameraatje te halen. Ja, de stro is wel lekker. Nou, is toch een heerlijke bevalbox. Nou, wel top. De mannen zijn van alles aan het installeren om de eventuele bevalling in de gaten te kunnen houden. De GoPro en een camera zijn bij deze geïnstalleerd en ik kan op mijn telefoon meekijken. Nou, het is net gebeurd. Ach, god, oh god, oh god. Knap kind. Doe maar niet. Blijf even hier nou. Blijf eens heel ervan, hè? Moeten. Ach god, dat vliesje over je hoofd hier nog. Het is wel raar met dat tongetje. Het is dat tongetje heel raar doet. Ja. Doe die deur even een beetje dicht. Nou moet je die aan die jingle. Of voorgreep. Huh? Voorgreep. T, U of V moet het meenemen. V, mag ook. Van Greet, voor Greet. Ja, de goede kant. Nou, we hebben het even gevierd. Ik denk dat het een merrietje is. Je hebt het heel knap gedaan, Emotion. Ja. Yeah.
super. Nou, het veulen staat en ik denk dat hij net gedronken heeft. En nou, ze heeft hem helemaal schoongelikt. Kijk dan, het is zo schattig. Ja, daar moet je zoeken. Heel goed. En de nageboord is er nog niet af. Ja. Volgens mij gaat dat goed. Ja, volgens mij zit er wit aan zijn bekkie. Ja, klinkt goed. Nou, dan hebben we drinken. Wat goed gaat. We poepen straks nog. En dan ben ik gerust. Dit klinkt wel goed hoor. Hoe laat is het nu? Kwart over twee. Nou, ik ging om 11:45 plassen. En toen zag ik op de camera dat er nog niks aan de hand was. En om 11:45 keek ik en toen zag ik iets bewegen. Toen lag ze en toen bewoog er iets achter. Dus toen zijn we er gelijk uitgegaan en gaan kijken. En toen lag het veulen er al achter. Dus ze is op 13 februari geboren. En dat is wel heel bijzonder, want dat is de verjaardag van Henk's moeder, die pas is overleden. En zij heette Greet. En het naam van het veulen moet met een T, een U of een V beginnen. Maar ik denk nu zelf aan iets van de Greet. Maar dan de Greet. Als een soort van eerbetoon. Ja, go. We hebben er weer een bewoner bij, hè? Ja. Merries gaan liggen. Ik denk dat Veulentje zo ook even gaat liggen. Ze heeft nou goed gedronken. Ik hoop dat ze nou die nageboorte even uitperst. Geweldig, hè? Het eerste keuteltje is een feit. Er ligt een heel klein keuteltje nu op de grond, daar zo. Heel blij mee. Ze heeft gedronken. De eerste drol is eruit. Het is tegen 3 geloof ik nu. Ja, knap gedaan, hè? Greetje. De nageboorte is eraf. Ik heb het laatste stukje er zelf uitgetrokken. Dus, oh. Is dat de poes? Ja. Nee. Dat is een beetje de afdeling onsmakelijk. Nou, we hebben de paarden patentjes gegeven. We gaan nog heel eventjes genieten. En dan gaan we naar bed. Het is, hoe laat is het? 3:00. Morgen ga ik iemand nog starten. Dus een beetje slapen is ook niet verkeerd. Ja. Yeah. Het veulen drinkt, het veulen heeft gepoept. De nageboorte is eraf. Dus volgens mij mogen we echt in ons handjes klappen. Het is nu 4:15. En het was echt een wereldavond. En wat is het bijzonder om zoiets mee te maken. Het is niet te vergelijken met een vakantie naar Ibiza of het eten in een heel luxe restaurant. Nee, dit is gewoon waar het leven om draait. Wat was het gaaf.
Ik ben helemaal verrot nu. Ik ga naar bed. En morgen moet ik ook nog starten met Ime. Dus, en Ime heeft ook een avond gehad van licht aan en gedoe. Dus ik ben heel benieuwd hoe het morgen gaat. Maar het vuilen doet super. De merrie doet super. Er is gepoept, er is gegeten, er is nageboorte afgedragen. Dus ja, ik denk dat alles goed gaat. Tijd om naar bed te gaan. Ah. De toeschouwers. Nou, vandaag de opstelling zoals het moet gaan worden in de toekomst. Het veulentje heeft een heel schattig roze dekentje op. Het is best wel fris. Het is natuurlijk ook een beetje vroeg geworden in februari. Nou, we hebben Gaudi ernaast gezet. Ime daarnaast. Daarnaast Ari en dan Luna. Merrie zal even lelijk gaan doen tegen Gaudi. Toch maar even wennen. Ik heb beentjes neergelegd zodat ze de stal in gaat. Dat wil hun dan overdag hier hebben. Dan kunnen ze schuilen. En dan 's nachts weer naar binnen. Totdat ze er wij op kunnen. Nou, ze hebben het in ieder geval lekker warm. Ja, Gau, dat is mooi. Nou, helemaal leuk. Ze durven ook naar binnen. Ik kan het vuilen daar uitrusten. En dan kan ik even uit de wind. En een schoon bedje. Ze staat lekker te drinken. Ja, het is laag, hè, schat. Maar het gaat best. Helemaal top, dit. Het waait hard, maar het is niet koud. Diva loopt voor het eerst in de plasjes. Waarom?